Dames en heren, jongens en meisjes, graag een bijzondere aandacht zo dadelijk. Welkom als zij hier binnenkomen voor een uniek optreden van Jong Euroband en de SKVR. Dat staat dus voor Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam, Brass Band School Rotterdam, geassisteerd door de showgroep Liberatief. Met de show March Meets Brass. De muziek en show zijn speciaal voor deze gelegenheid gearrangeerd en ontworpen door diverse instructeurs van de deelnemers. Zal een uniek schouwspel worden met herkenbare muziek als Children of Sanchez, Thriller en Hot Hot Hot. En geeft u gerust tijdens hun uitvoering, dames en heren, op de momenten dat u blijk wilt geven van uw erkenning, geeft u dan gerust een applaus. We gaan uw aandacht vragen voor March Meets Brass, een gezamenlijke, unieke uitvoering van Jong Euroband en de Brass Band School.
lekker dat u ervan genoten heeft. Mark Smitsenbaas van het Rotterdamse Muziekpark Rotterdam. De baas bent van de Stichting Muziekzinnige Vorming Rotterdam. En dit soort groepen laat je altijd verrassen, want voor hetzelfde geld komen ze zo dadelijk via een andere ingang weer naar binnen met een act. Maar u kunt hen in ieder geval ook bewonderen morgen bij de Street Parade van de Nationale Tattoo voor het Stadhuis. Die zal aan de Leuvenhaven starten en zal dan de Schiedamse Dijk richting Kolsingel gaan. En daar zullen de deelnemende orkesten aan deze tattoo zullen daar voorbij trekken. En dan zullen de vier Nederlandse militaire orkesten zullen een mini-concert geven voor het Stadhuis.